Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de nationale viering bevrijding. En het thema voor dit jaar is in vrijheid kiezen. In aanloop naar de viering van 5 mei ga ik gesprekken voeren met 8 mensen die een link hebben met Flevoland. En die ook iets te zeggen hebben over kiezen in vrijheid. Vandaag staan onze vrijheidsstoelen in Zeewolde. Dag Elsbeth. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja, wederzijds. Ik ben Elsbeth Gutteke, predikant van de protestantse gemeente in Zeewolde. Ik wil je gelijk eens voorleggen. Een sterke mening of een luisterend oor? De meeste tijd van het luisterend oor, zeker in mijn werk als predikant. Ja. Maar als er iets gebeurt waarvan ik vind dat daar echt iets over gezegd moet worden, dan zal ik mijn mening ook uiten. En ook wel helder, duidelijk. Je komt uit een niet-religieus gezin. En toch heb je ergens besloten om je meer te gaan verdiepen in religie. Wanneer ging dat vlammetje bij jou aan? Begin van mijn puberteit, tienertijd. Toen kwam ik daarmee in aanraking met mensen die daarmee bezig waren, die daarover vertelden. En toen realiseerde ik me, hey, dat is een terrein wat ik helemaal niet ken, heb ik niet meegekregen van huis uit, maar wat ik wel heel interessant vind. Ja. Delen of geven? Ja, wat een lastige dilemma's. Delen? Maar wat vond je daar dan interessant dan? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, oeh, al die regeltjes, laat me zitten. Ja, maar ik maakte niet zozeer kennis met regeltjes als wel met mensen die daar heel erg door geraakt waren. En die in hun leven een soort stevigheid hadden gevonden wat ze uit dat geloof haalden. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, waar komt dat dan vandaan? En is dat voor mij misschien ook van betekenis? Nou, zo begon het. Je komt ongetwijfeld mensen tegen die minder vrijdenkend zijn dan jij. Hoe ga je daarmee om? Ja, gewoon door in gesprek te gaan. En vooral te proberen ontdekken van wat maakt dat mensen leven op die manier. En dat ze de Bijbel op die manier uitleggen. Of dat ze regels hanteren waarvan ik denk, nou ja, is dat nou echt nodig? Kijk, op het moment dat de Bijbel op een manier wordt uitgelegd die de vrijheid van anderen heel erg beperkt. Hadden we bijvoorbeeld een half jaar geleden een beetje die Nashville discussie over hoe vrij mogen homoseksuelen zijn om een relatie te hebben. Kan dat in de kerk? Als daar vanuit de kerk of vanuit medegelovigen van mij dan gezegd wordt van ik beperk die vrijheid van die ander, dan wil ik daar wel een discussie over aangaan. Wanneer ervaar je het als beperken van de vrijheid van een ander? Waar ligt voor jou de grens? Nou, als mensen zeggen vanuit de Bijbel vind ik dat vrouwen of homo's of nou ja, noem maar op, bepaalde dingen, vrijheden niet hebben die anderen wel hebben. Dan ga je over een grens, vind ik. En dan wil ik in ieder geval het gesprek daarover voeren en dan zal ik ook op een gegeven moment aangeven dat ik daar toch heel anders tegenaan kijk. Maar vind je dat alles gezegd mag worden of gezegd kan worden? Ja, ik vind het wel. We leven in een vrij land en we hebben vrijheid van meningsuiting. Dus de ruimte is er. Ik hoop altijd dat ieder mens die wat zegt zich ook afvraagt van waarom doe ik dit en is dit zinnig? En helpt dit anderen? Helpt dit de samenleving? Ik vind dat die vrijheid er is. Ik vind ook vervolgens dat de vrijheid er is om er tegen in te gaan. Politieke of religieuze vrijheid? Ja, allebei. Ik ga niet kiezen. Kijk, als je religieuze vrijheid hebt en geen politieke vrijheid gaat, dat kan niet. Want in religie spreek je ook uit over politiek, dus ja. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid in een land als Nederland is dat we vrij zijn om te vinden wat we willen, te geloven wat we willen, te zeggen wat we willen, te schrijven wat we willen. Zonder dat we in de gevangenis terechtkomen of dat onze vrijheid beperkt wordt. Vrijheid in het christelijk geloof is voor mij dat je tot recht komt als mens. Dat je tot bloei komt, dat je de talenten die in je zijn, die je hebt ontvangen, denk ik, van God, dat die tot bloei kunnen komen en dat er ruimte is om dat te laten ontstaan. Mensen of de kerk? Nou, mensen zijn de kerk. Dus het is niet of-of. De kerk, dat lijkt dan zo'n soort ja, instituut. We zitten daar, wat zit daar dan binnen? Iemand die zegt hoe het allemaal moet? Een boze man met een lange baard? Nee. De kerk hier, zoals ook deze kerk, ja, daar zitten de mensen. En die vormen samen die kerken, die geloofsgemeenschap. Die komen bij elkaar en die zoeken van ja, wat geeft ons richting? Wat staat er in de Bijbel? Wat kunnen we daarmee? Hoe sluit dat aan bij ons leven van alle dag? Als we hier naar buiten lopen. Zo zijn we met elkaar onderweg. Ja.